Ah oh nee, dit is echt niet normaal. Brawl Stars, blijf maar gooien met aanbiedingen. Dit slaat helemaal nergens op. En het probleem is dat ik ze dan natuurlijk ook weer ga kopen. Oi, 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 oi. Een aanbieding van gewoon 33 euro. Mij is wel echt insane, want je krijgt 12 megadozen, 10.000 coins en 540 edelstenen. Bizar wat een lijpe aanbieding dit is. En ik ga hem niet één keer kopen. Ik ga hem gewoon twee keer kopen. Wat? Ik koop hem één keertje op mijn hoofdaccount. En op mijn hoofdaccount kan ik natuurlijk geen nieuwe knokkers krijgen. Dus dat gaat niet gebeuren. Maar ik ga het ook kopen op een account die ik nog helemaal niet hoog heb. Nou, ik heb namelijk ook nog een Android mobiel. Ik doe er alleen helemaal niks meer mee. Maar ik zag dat ik nog wat geld op dat account had staan. En met dat geld kan ik ook nog deze aanbieding kopen. Dus ik dacht, ik doe het één keertje op mijn hoofdaccount. Dan heb ik gewoon vet voor coins erbij. Dat is goed voor gouden en zilveren skins. En die edelstenen is natuurlijk chill als bijvoorbeeld Chocopiper of nieuwe skins uitkomen. Die kan ik daaraan opmaken. In ieder geval voor de coins is het goed om mijn hoofd te counten. En op die andere account kunnen we dus eventueel allemaal nieuwe knokkers krijgen. Dat gaat heel nice worden. Dus ik ben benieuwd hoeveel knokkers we gaan krijgen uit één aanbieding. Maar als jullie zin hebben in deze video, smash dat duimpje omhoog. 5000 likes op deze video is heel nice zijn als dat gaat lukken. En abonneer natuurlijk. Blijf op de hoogte van meer van dit soort zieke Brawl Star video's. En dit soort video's kan ik trouwens ook dankzij jullie doen. Dat ik zeg maar geld, zoveel geld uitgeef in Brawl Star video's. Voor iedereen die mijn code Bouws gebruikt, dikke shout-out naar jullie. En natuurlijk iedereen die een Bouws Army kleding heeft, ook dikke shout-out naar jullie allemaal. En trouwens, Bouws Army kleding blijft ook net iets langer in de aanbieding. Ik zou het eerst voor 1 week doen, maar ik heb het verlengd tot en met cash. Dus voor iedereen die nog Bouws Army kleding wil kopen, tot en met cash is alles in de aanbieding. Dus dat is wel extra nice. Maar laten we deze aanbieding maar gaan kopen. Eerst op mijn hoofdaccount en daarna switch ik over naar mijn andere mobiel en dan gaan we daar de aanbieding kopen op een account waar ik toch eigenlijk bijna niks op heb. Maar hier krijgen we dus alleen maar coins uit. Maar wel ziek nice. We krijgen gewoon boem in één keer 10.000 coins. Dat is al mega veel. Dat is al gewoon 1 zilveren skin. Maar ja, voor een gouden skin heb je 25.000 coins nodig. Dus dat is nog veel meer. Maar we krijgen natuurlijk ook nog 12 megadozen. En gemiddeld krijg je uit de megadoos 6, tussen de 6 en 900 coins. Ik denk dat dat gemiddeld is ongeveer. Ik heb wel eens boven de 900 gehad. Maar dat gebeurt bijna nooit. Hier 700. Ik kan net echt trouwens eentje in de 500. 700 weer. Of 400, dat is wel heel laag. Maar dan krijg je wel 400 token verdubbelaar erbij. Kijk, dan krijg je waarschijnlijk minder coins. Zeg maar, hoe meer bonus items je krijgt, hoe minder coins je krijgt. Maar 400 token verdubbelaar, dat is op zich wel veel. Krijg je nog wat coins? 600. 700, dit is de hoogste. 768. En gaan we nog één keertje boven de 800 krijgen? Oeh, 792. Wel bijna, maar net niet. Maar we hebben momenteel 61.000 coins. Wat? Dat is echt insane. We hebben bijna 20.000 coins erbij gekregen. En normaal gesproken ben je daar ongeveer 100 euro kwijt, zeg maar. Dus dat is wel echt bizar. En we hebben natuurlijk nu ook 866 edelstenen, wat ook chill is. Dus als er dus nieuwe skins uitkomen, kan ik ze allemaal meteen kopen. Met natuurlijk de code Bouws. Maar op mijn hoofdaccount was natuurlijk niet het speciale. Het meest speciale is op een ander account. Want daar kan ik natuurlijk allemaal knokkers op krijgen. Dus ik schakel even over naar een andere mobiel. Oké, ik zit ondertussen op mijn andere mobiel. Het is alleen een beetje jammer dat de beeldformaat anders is. Dus dat moet ik tijdens de montage even aanpassen. Maar in ieder geval, ik zit op een account waar ik eigenlijk nog niks op heb. Ja, ik heb El Primo, Poco en Penny. En dan op de een of andere manier heb ik Colette gekregen. Dat is wel echt insane. Ik snap niet hoe ik dat voor elkaar heb gekregen op dit account. Maar in ieder geval, dat zijn de knokkers die ik heb op dit account. En we gaan dus die aanbieding kopen. Dan krijgen we in totaal 540 edelstenen. Maar ik heb nog 74 op dit account. Dus uiteindelijk hebben we boven de 600. Dus dat is wel echt bizar veel. Dus ik zit erover na te denken om misschien de Brawl Pass te boosten. Of ik ga gewoon alleen nog megadozen daarna kopen uit de store. Dat zien we wel eventjes. Maar laten we eerst überhaupt deze aanbieding gaan kopen. Let's go. Waarom staat er eigenlijk zo'n sterretje dat hij aan het laden is? Dat is vrij irritant. Of moet ik de app even opnieuw opstarten dan? Oké, het was even wat puzzelend. Ik moest iets bij instellingen veranderen. Maar het is uiteindelijk gelukt. Dus we hebben nu de aanbieding op dit account. Waar ik dus nog niks op heb. Het kostte echt veel meer werk dan gedacht. Oké, 520 gems. Doorklikken. Let's go. 10.000 coins op een account waar ik eigenlijk niks meer doe. Die coins gaan we dan ook gewoon opmaken. Maar let's go. Eerste doos krijgen we 5 items. Volgens mij heb ik wel 5 verschillende knokkers op dit account. Dus ik denk dat we nog geen nieuwe knokken krijgen. In ieder geval, dat denk ik. En dat is inderdaad het geval. We hebben 5 verschillende knokkers. Dus dat wil niet zeggen dat we dan een nieuwe knok krijgen. Nu weer niet. Maar ik heb wel eens gehad op een ander account dat ik dan 5 resterende items had. En dat ik dan
alsnog nieuwe knokken kreeg. Terwijl dat ik wel 5 verschillende knokken had. Dus dat is wel bizar. Dus het zou in principe kunnen gebeuren dat je dan een nieuwe knokken krijgt. Maar dat is echt heel zelden. Maar we hebben nu 6 resterende items. Dus dat is één ding wat zeker is. We krijgen nu wel een nieuwe knokker. Dan ben ik benieuwd wat voor knokker het gaat worden. Het wordt Frank! Yo! Dan heb je echt nog vet veel zeldzame, super zeldzame knokkers die je kan krijgen. Dan krijg je gewoon een epische brawler Frank. Dat is toch wel insane. Dat had ik niet verwacht, om eerlijk te zijn. Laat me even in de comments weten of jullie dat hadden verwacht. Als ik überhaupt nog een legendarische knokker kan krijgen, dat zou helemaal ziek zijn. Maar we hebben 5 resterende items, dus nu helaas niet. Maar dit is al 1 knokker uit deze aanbieding. En dit wordt de 2e knokker uit deze aanbieding, want we hebben weer 6 resterende items. Dat is zo nice altijd. En dit keer is het Rosa. Dat is wel een zeldzame brawler. Ja, die zijn veel makkelijker om te krijgen. Dus dat had ik net ook verwacht. Ik dacht net, nou, we krijgen al zeldzame. Of misschien super zeldzame. Ik had absoluut geen epische verwacht. Dus dat is wel echt insane dat dat is gebeurd. 5 resterende items. Dan gaan we er weer even snel doorheen drukken. Want dat boeit me niet zoveel. 7 resterende items. Dat zijn 2 nieuwe knokkers. Dan hebben we al 4 knokkers uit deze aanbieding. Wojo, en daar met die edelstenen kan ik natuurlijk nog meer dozen openen. En eigenlijk telt dat ook als deze aanbieding. Omdat ik natuurlijk die edelstenen in deze aanbieding heb gekregen. Dus we kunnen nog veel meer krijgen. Maar let's go. Eerst krijgen we Barley. Dat is een zeldzame. Dus dat is nice. Dan is het nu sowieso een super zeldzame. Of heel misschien episch, mythisch of legendarisch of chromatisch. Maar dat kan bijna niet. No! Wat? We krijgen gewoon een legendarische knokker. We krijgen een epische, legendarische en 2 zeldzame knokkers uit 1 aanbieding tot nu toe. No way, ik had nooit verwacht dat we Spike zouden krijgen. Gewoon 2 knokkers, maar van 1 legendarisch. Wat een mazzel, wat een mazzel. Dit is toch niet normaal. En we hebben de doos daarna gewoon nog een knokker. 3 nieuwe knokkers in 2 dozen. Gaan we, als we nog een legendarische krijgen, oh, dan word ik helemaal gek. Het is Daryl, oké, dat is geen legendarische. Maar het is wel een chille knokker. Het is een super rare knokker. Oh, dit is insane. En weer 6 resterende items. 4 knokkers uit 3 dozen. Echt, what the fuck. Oké, maar wat gaan we nu krijgen? Het is Carol, die is ook super zeldzaam. Maar dan alsnog, het maakt me niet uit. Wat een dozen, wat een dozen zijn dit. En we gaan maar door, we gaan maar door. We krijgen nog een knokker. Ik ben de tel ondertussen al bijna kwijt hoeveel knokkers we hebben gekregen. Volgens mij hebben we nu 6 knokkers gekregen uit 1 aanbieding. No way, we krijgen ook nog Gil. Nee. No, oké, dit is de lijfste doosopening ooit. Oh, dit had ik echt niet verwacht. Ik dacht nou, het zou nice zijn als we 1 epische kunnen krijgen of zo. Maar we hebben nu een epische, we hebben een chromatische, we hebben een legendarische, 2 super zeldzame en 2 zeldzame. Volgens mij hebben we nu 7 knokkers in totaal, als ik het goed heb bijgehouden. Wat? Wat? No way, no way. Oké, we gaan door, we gaan door. Weer 6 resterende items. Nee, dit is echt niet meer normaal. Ik denk dat jullie nu lopen te kijken. Dit kan niet echt zijn. Het is echt zo. Jee, ik zit gewoon hier op deze mobiel. Het is wel een nieuw account, dus dat scheelt. Dan krijg je nieuwe knokken sneller. Maar dan alsnog, dit is gewoon bizar. En we krijgen nu Pam en dat is weer een epische knokker. No. Oh, sorry. Sorry voor iedereen die dit kijkt en die denkt, waar ben je mee bezig? Het is echt niet normaal. Dit was het dan. En trouwens, misschien dat jullie denken, oh, je bent de code Bouws vergeten in te vullen. Dat klopt inderdaad. Maar ik ben erachter gekomen dat je code Bouws eigenlijk pas hoeft in te vullen op het moment dat je edelstenen uitgeeft. Want het wordt pas omgerekend als je iets koopt in de store qua edelstenen. Dus als ik nu een megadoos koop, dan krijg ik een percentage. Niet als je de aanbieding zelf koopt. Volgens mij werkt het zo in Brawl Stars. In ieder geval, dat is mij uitgelegd. Maar het is gewoon handig dat je de code altijd invult natuurlijk. Maar ik ben nu in ieder geval nog op tijd met de code invullen. Maar we hebben nog 614 edelstenen. Maar eens kijken naar de brawlers. We hebben 11 nieuwe knokkers. Oh nee, Nita die had ik al. Barley hebben we gekregen, Rosa, Daryl, Penny. Oh nee, Penny had ik ook al. Nou, ik heb ze niet allemaal nieuw, maar in ieder geval weet ik wel dat ik Gil en Spike en Frank en Pam heb gekregen in 1 aanbieding. Dat is echt niet normaal. Maar ik zit even te twijfelen wat ik moet gaan doen. Stel, ik ga de Brawl Pass kopen. Tot hoever kan ik dan ongeveer boosten? Ja, dan kan ik niet tot de 30 boosten. Dat gaat denk ik net niet lukken met de edelstenen die ik heb. Want dan heb je in totaal, je kan tot en met de, je kan 10 tires boosten, dan kost 250. En dan moet ik nog 20 boosten, dat is in totaal 600. Nee, dat gaat niet lukken. Dus de Brawl Pass laat ik dan links liggen. Dan ga ik gewoon lekker megadozen openen. Dus we kunnen helaas geen loot krijgen op dit account. Maar wie weet wat we nog allemaal anders gaan krijgen. Hebben we trouwens hier toevallig nog een megadoos in de aanbieding? Nee, dat niet. Maar, oh, joh, we gaan gewoon lekker door. We gaan gewoon lekker door met megadozen openen. En weer 6 resterende items. We blijven doorgaan, we blijven doorgaan.
No way, wat krijgen we nu? Rico! Dan hebben we bijna alle super zeldzame. Ja, Rico is ook super zeldzame, dus moeten we nog één super zeldzame. En dan hebben we die allemaal gekregen. Maar weer gewoon 6 items. En nu een keertje 5. Het moest ook een keertje ophouden. Het kon gewoon niet zo zijn dat het gewoon door zou blijven gaan met mijn geluk. Oké, weer 5. Maar ja, omdat ik op dit account toch niet zoveel speel en dit gewoon puur voor de video doe, om gewoon lekker video's op te nemen, geef ik gewoon alles gewoon meteen uit aan Doos. Dat is net zo leuk, want dan kunnen we misschien nog echt iets heel zieks krijgen. Weer 5. Ik hoop nog wel dat we nog even 1 zieke knokker kunnen krijgen. Ook al mag ik niet meer zeuren, mag ik niet meer klagen, het zou toch nice zijn voor de video. Hoeveel edelstenen hebben we nu trouwens nog over? Ik zal even kijken. We hebben nu nog 134. Dat is niet zo heel veel meer. Dan kunnen we nog 1 megadoos openen en nog 1 grote doos. Oké, nou deze megadoos niet. De dozen die ik gewoon los heb gekocht hebben veel minder geluk uit. Maar uit die aanbieding kregen we echt niet normaal veel. Dat slaat helemaal nergens op. Maar 1 grote doos tot slot en helaas geen knokken. Maar ik mag ook niet meer klagen. Het kon gewoon niet zo zijn dat we nog meer kregen. Nee, ik ga niet nog meer kopen. Maar wat een video is dit, wat een video. We kunnen trouwens hier eventueel met coins nog extra dingen doen. Maar ja, we kunnen het wel kopen. Boeien, en dan kunnen we eventueel ook nog knokkers upgraden. Nou, zouden we knokkers kunnen upgraden naar een maximum level? Ik denk dat dat net niet gaat lukken met zeg maar de aantal upgrade punten wat ik heb. Maar ik heb gewoon 15.000 coins op dit account. Yo, dan kan ik gewoon in principe bijna al die knokkers in 1 keer mee upgraden. Wat een video. Dit was de lijpste dozenopening die ik ooit heb gedaan. Ik heb nog nooit zoveel lijpe knokkers gekregen uit 1 doos. Bizar, echt heel bizar. Laat me weten in de comments of jullie ooit zo'n doosopening hebben gezien. Ik vind het echt helemaal nergens op slaan. Maar dan gaan we even terug naar mijn hoofdaccount. Want hier heb ik natuurlijk ook die aanbieding gekocht. En hier heb ik ook vet veel dingen gekregen. Ja, voornamelijk coins en edelsteen. Eigenlijk was dat het enige. Maar ik ben toch blij dat ik het even op een ander account heb gedaan. Want dat is voor de video toch wel even een stukje leuker om eerlijk te zijn. Maar dat was dit voor deze video. Bedankt jullie voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet van zal dat duimpje omhoog achter te laten als je dat nog niet hebt gedaan. En dan heb ik tot slot nog mijn mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later. Als je dit nou een leuke video vond, check dan even de video die hier komt te staan. Dan vind je die waarschijnlijk ook wel leuk. En abonneer natuurlijk even, dat kan je hier dan hieronder doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Dat is natuurlijk net zo leuk. En ik heb ook kleding, Bouws Army kleding. Wil je het zelf kopen? Ga dan naar bouws.nl en word lid van de Bouws Army. Let's go!